in november een welkom aan een leeg stadion. En dan gaan we naar de opstellingen van vandaag. En we beginnen met die van AZ. Onze 12e man kijkt met duizenden mee natuurlijk vandaag naar deze wedstrijd. Ik mis de sfeer, ik mis het spel met het publiek. En bij opstellingen bijvoorbeeld dat men mij juicht, bij doelpunten voor Heerenveen, dat men ik mij doet, dat is de voorname neemt en dat men dan de achternaam vanuit het stadion Jerelid, ja, dat mis je heel erg. 3, Pantelis Hatzidiakos. 17, Zakaria Aboukal. 7, Ulises Lanes. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Je hebt er klaar voor? Zeker. Mooi. Wat een stilte, net. Het is echt beangstigend stil. In de 29e minuut komt de stand op 0-1. Doelpunt te maken nummer 8, Teun Koopmeiners. Oh, jongens. En ik denk soms, ik wil nou ja, voor wie doet het? Maar het zit wel bij het protocol, ja, dat, zeg ik dan, maar dat er dus een speaker in het stadion wijzen had. Maar de speaker die had erbij, dus die is er. 41e minuut, op stand op 0-2. Doelpunt te maken, Goedmundsson. Bij AZ wordt gewisseld, Frederik Mitchell. Jouke heeft een heel herkenbare stem, hè? Dus dat is hartstikke mooi. Het voelt vertrouwd. Ja, ja, dat voelt hartstikke vertrouwd, maar ach, ja, het is natuurlijk jammer dat we zonder publiek spelen. En als het met publiek is, en Jouke heeft altijd wel binding met het publiek, en dat is altijd mooi. Ja, en nou is die binding er gewoon veel minder. En dat is gewoon heel jammer. Bij het afkondigen van de goal van de Schimpartij, dat doen we op een rustige manier, dat vertellen we nog even. En bij uw eigen ploeg, daar gaat de muziek eronder. En als een vol stadion is de muziek eronder. En dan gaat het dak er even houden. Minimale extra tijd, 2 minuten. Ik hier graag in Schellitten, want hoe we er toch er een goal valt. Maar de orenkant is natuurlijk, je verliest van een betere ploeg. En dan is het toch maar de belangrijkste bijzaak van het leven.